Hallo jongens en meisjes, hartelijk welkom bij Disney Crew aflevering 7. En Gio, wij gaan op pad. Want vorige keer keken jullie naar het stomme, irritante koeien- of varkensspelletje wat Rowinik speelde met, tot gillend aan toe. Schreeuwbaby's. Irritante ja, echt, hè? Varkens. Jij? En daar is die. Ik heb hem gespot. Duw hem aan land. Ja, is goed. Maar ik heb geen wiet meer. Heb ik wiet? Nee, ik had wiet, maar zaad heb ik. Dus kom toch op de zaad. Ja, kijk, hij komt. Rowin, het was geen wiet, maar zaad. Oh. Oké. Oké, nog één. We gaan er nog één zoeken. Rowin, we hebben een kippetje. Oh, goed zo. Ja, we gaan nu een nieuw kippetje zoeken. Ga maar zoeken. In één keer weg ook, hè? Ja, hier. Joe. Nee, wacht. Je hebt je portal verkeerd. Oh, wacht. Oh, daar nog één. Joe. Ja. Vang dat. Oh, nee. Ja. Zo gaat het al makkelijk. Hoe kom je in die portal gun dan? Die had ik gevonden in zo'n tempel. Oh, en is die oneindig? Mhm. Oh, wauw. Hoe kan je dat ding maken, denk je, joh? Ja, je kan ze... moet vinden in van die tempels, ja, zeg maar, alleen hier. Maar je kan ze ook heel moeilijk maken, zeg maar. Chill. Oh, nog eens van varken. nog één. We hebben lekkere varkens. We hebben grote varkens, joh. Veel varkens, joh. Grote varkens. Moeten uitbreiden dadelijk, hè. Grote varkens! Grote varkens! Kan je even of die beesten ook daadwerkelijk in dat hok zitten en zo? Robby, kan jij dat controleren of de kip in zit? Moet je een schaap hebben, zo? Ja, zeker, schaap. Wat doet hij? Moet hij even goed zitten gaan lopen. Inderdaad kippen in. Oh mooi, dan gaan we nu en schapen. En als er nu een schaap bij komt? Nog één. Holy shit, ik laat ze wel even paren. Ja. Oh, twee en schapen zijn er nog nu. Een schaap hier. Wacht, we doen gelijk heel veel, joh. Oh nee, ik heb zaad nodig, hè. Kom hier. Wat? Wacht. Wat eet hij? Zaad? Ja. Ah! Kutbeest. Hij ontloopt je. Kom. Schapen eten toch wiet? Ja, volgens mij wel. Die is platen. En overkant nog wat varkentjes, maar het liefst kippen, want daar hebben de eitjes uit. Oh, er zit een hoop, joh. Wacht even. Ik heb daar zo niet die portal in gehad. Oh my god, gaat. Er zit ook geen moet er toch in. Wat jij bent toch lekker bezig? Hier, wacht, ik lok ze. Wacht even. Oké, ik laat die ook wel even paren. Wacht. Oh, shit. Ja. Oh, shit. Kippie. Kom al die beesten. Miauw! Oh nee, dat doet een kip niet, hè? Nee. Oh, je moet wel uitkijken als je hier uitgaat, hoor. Zo. Die varkens, denk ik allemaal. Ik ga nog wel even op jacht voor ja, is je. Goed, heel graag. Dan maak ik een uitbreiding van onze farm. Dat is wel ideaal, joh, de samenwerking met de portal. Dat we daar niet aan dachten, joh. Maar volgens mij is het wel zo dat als een chunk unloaded raakt, dat de portal dan niet meer connect of zo met elkaar of zo. Nou, maar dan plaatsen we een nieuwe. Oké. Okay. Lekker knoetje. Even kijken hoor, Robby, ik maak een shuffle en dan gaaf ik wat uit. Wat is er? Ik ben in de portal gevallen. Oh, zonde. Maar ik ben er weer doorheen gesprongen, ik ben weer terug. Tof. Oh, en de varkentjes hebben bij ons ook nog maar hier, hè. Kijk, wat een poepies. Even kijken hoor. Het worden er steeds meer. Ja joh, ik moet uitbreiden, daarom ga ik nu even uitbreiden met... Ga ze lekker laten paren. Nou. Je moet vooral de kippen, je moet er meer kippen hebben, hè. Lekker knoetje. Robby, als jij ze laat seksen, dan ga ik niet seksen. Oké. Ik ga wel even op kippenjacht. Varkens hebben jullie genoeg, denk ik. Ja, dat moeten we niet meer, want we slopen het alleen. En die kippen hebben nut voor eten en zo. En ik denk dat het schaap voor wol is, makkelijk. Dus ik zou nu meer schapen en kippen en paarden. Ja. Denk ik. Ja, paarden maar... denk ik dat je die niet kan vinden hier. In die tuin heb je toch ook die planten die die string geven? Ja. Als je 4 string bij elkaar doet, dan krijg je wol. Just ja, maar, echt waar? Ja, maar een schaap is denk ik, lijkt mij nog iets... makkelijker met een schaartje. Ja, ik wou net zeggen, moet je een shiertje en ja. Oh, ik plan nog moet even wat koeien wortels. Hebben? Ja, dat hebben we ook nog. Heel veel koeien hier. Doe maar. Oh, ik kan, dan krijgen we eindelijk echt vlees bij het eten. Echt, hè? Hoef niet altijd te teren op een kleine maaltijd. Oh, nee. kan je mij wat cobblestone nog brengen, Roby? Ja, mama supreme. Dan maak ik hier een uitbreiding. Dat gaat best wel lekker hier of zo. We hebben best wel een mooie farm zo.
En dat van een village. Ik hoop niet dat die villagers boos zijn op ons, dat we dat dorpje hebben ingenomen, maar... Oh, nee! Als ze terug... Als ze terugkomen... zijn er niet meer. Nee, maar als ze terugkomen, dan slaan we ze toch gewoon dood. Oh. Zijn we er ook vanaf. Ja, misschien dat ze wel vrienden worden. Hebben jullie ze dan niet al doodgemaakt? Want waar zijn ze anders heen? Nee. Ze zijn gestorven, denk ik. Ik weet niet waar ze heen zijn. Oh, naar het, dorpje verderop. Ja, hadden we... Ik heb ze ook nog nooit gezien. Wat zou er met ze gebeurd? Misschien is hier wel ergens een legende verborgen of zo waar ze naartoe zijn gegaan. Joehoe! Kijk eens naar Gooi, de chat. Joehoe, ik ben Roland. Thank you. You're welcome. Hoor die, oh, die beestjes, joh. Nee. Moeten we ze ook indelen nog? In bepaalde gebieden? De kipjes oh bij kipjes god, elkaar? Oh my god, er zitten koeien bij. Ja, weet ik. Maar Roy, moeten we dat indelen in gebieden, in bepaalde soorten? Nou, succes ja, ermee, twee kippen hoor. Erbij. Oh, nog één. Wacht even, Gio. Kan je dat rangschikken, denk je? Wacht. We moeten even vensters plaatsen. Het gaat even een gedoe worden, maar misschien dat het lukt. Nou, als je even hier en dadelijk een portal plaatst, dan maak ik een nieuw gebied. Ja. En dan als je daar dan vast de bepaalde dieren in zet. Ja, ik weet niet of dat heel goed. Ik kom weer naar jullie toe dan. Hallo. 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 Ik maak even een uitbreiding, even een moment. Roy, kun je van... Oh nee, het hout heb ik nog wel. Sloop het dus blokje, Roy. Alsjeblieft. Ga ik er weer uit? Uit Nee. Nee. We moeten even kijken, Roy. Kan jij glas maken toevallig voor de dirt? Tot we het al opvullen. Dan komt hij met dat ding weer. Wacht even, ik had nog glas. Dus. Wacht even, Gio, ik moet even dichtmaken nog hier. Was het jullie al opgevallen dat als je hand leeg is en je hebt nog andere dingen die hetzelfde zijn, bijvoorbeeld als je met kobbelbeest bent en dan raakt de kobbel op, maar je hebt nog geen inventory, dat hij het automatisch pakt? Serieus? Ja. Heeft hij dat gelijk? Ja, klopt. Heeft hij. Ja. Heeft hij. Ook klopt. Met gereedschap ja, en zo. Daar kwam ik in één keer achter net. Klopt, ja, dat is fijn, joh. Handig. Ja, inderdaad. Ja. Had je dat ja, bij de originele niet, Minecraft dan? Nee, toch? Nee, daar niet volgens mij. Dat automatisch overging, niet, nee. Ja, dat is echt handig. We hebben gewoon alles zo... Ik merk het ook, ja. Dan begrijp ik dat je het ook merken. Wil je eens heel veel glas maken als het goed is? Maar dan moet je zand hebben, nou, denk ik, of niet? Heel veel is ook weer zo overdreven. Nou ja, glashelder. Gewoon dat je van dikke kan je natuurlijk een paar platen maken. Ja, daarom. Dat ben ik nu aan het doen. Tof, thanks. Of niemand trouwens even wat eten stelen? Ja, wortelen. Ik had je nog wel 100 miljoen eten in je kist gestopt. 100 miljoen eten? Ja. Een stuk heel veel broodjes en heel veel... Oh ja, maar ik ben nu niet thuis. Ik ben bij Vincent's huis. Ja, je bent bijna thuis. Lopen. Je huis zit aan de overkant van de straat. Jongen, wat ben je er ook lekker bij die hond. Bij die hond. Hallo Brian. Heb gewoon... Oh, alle broden heb je al op. Vreedzak. Wat er 18 broden heb je al op? Nee, jij niet. Oh, Robby, dat heb je snel gedaan. Hoe kom je aan het zand? Gevonden, ja, ik had er al een keer platen gemaakt. Oké, dan moeten we even dit... Kan je hier ook doen, Robby? Ja, ik heb nog maar één plaat. Oh. Hier. Thanks. Heb je nog zand in je kist of zo? Nee, die moeten we even gaan, dat moet je even gaan halen. Oh, waarom moet ik dat... Oké. Ik hoop dat Irma niet doodgaat. Nee, ik hoop het ook voor haar. Geplet door de dieren. Nou, er valt volgens mij weinig te pletten, want zo groot is ze niet. Nee, klopt. Even kijken hoor, ik denk heb... Ik. Ja, we kunnen, alles... we kunnen ook alles bij... Gio, jij kan misschien met die... Kijk, misschien kun je met dat ding... terug jongens, terug! Dit dan weer. Dat schapen je bloed vervelend. Echt hè? Karel, terug. Hier kunnen ze niet overheen, toch? Wat is Galena oor nou? Terug jij! Hij heeft weer iets gevonden. Oké, ja, doen we hier de varkentjes? Ja, Galena oor. Maar... Oh, mijn game slaat vast, nice. Een soort van. Oh, hij doet het weer. Of was het lek? Oké, nou ja. Eens kijken of ik die varkens er een beetje kan krijgen. Ja, dan zal ik met wortels komen, ja? Oh, wacht, er komt er al één. Kijk. Ik heb een zombie de nether in geslagen. Uranium. Badass. Probeer het eens te doen, Gio. Bad boys. We hebben uranium. Bad girls, bad boys. What you bad gonna girl do? Bad girl, Brian. Oh, ik heb hier één kippetje, Gio. Nou, oh, je vult het goed. Oh, een koe.
Hey, er loopt ze in de buiten. Ja, het is een beetje lastig om ze zo te krijgen. Ja, doe maar, wacht, doe maar dichter, wacht, Robby. Even lokken die. Lokvogel. Hey, Robby, nu jij erbij komt, komt hij me achter me aan, hè? Ja, kom maar. Ik doe niks. Kippie. Kom maar, kip. Kippie. Nee, ze komen achter me aan. Oh, verdomme, verdomme, verdomme. Die koeien lopen buiten, Robby. Van mij? Nee, nee, zeg ook niet. Wacht, die koe moet door die portal. Hier, ik ga hem door die portal heen. Nee, dat lukt niet. Ja, Oh. Ja, ik probeer. Wacht even. Komt ie, Gio? Ga maar lekker knoetje. Gio, laat die portal daar. Dan kom ik. Gaat goed zo, wacht even. Ja, het gaat wel, hè? Ja, hij kwam weer terug. Moet je kijken hoe het duwen, jongen. Ja. Echt, hoor. Oh, probeer... genius. Probeer hem erin te krijgen, wacht even. Komt ie, Gio? Ja! Ja! Ja, hij is weg! De koe is weg! Laat hem maar daar. Ik zie hem staan hier. Echt, laat hem maar daar. Oké, dan moeten we een dak erop. Kom, stuk. Ja, oh my god! Oh my god, een zombie Pikmin in de bovenwereld! Nee! 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 Wat doe jij nou? Het is door die portal heen gegaan. Echt? Ja. Zijn die sterk? Ja. Zorg er niet dat je ze slaat. Nee, oké. Ja, dat is te laat. Just the hint. Huh? Hij rent van me weg. No! Oh, er is weer een koe daar, jongens. Protect me! Ik probeer hem terug te halen. Woehoehoehoe! Oh, kijk, ik heb een egg. Oh, ik zet hem hier en zet ik hem die egg kapot te maken. Zo, die hond. Hij komt er niet doorheen. De koetje, er zijn twee koeien nu, shit. Ja, die portal zit in de grond en ik kan niet terug. Haal hem weg, haal die portal weg daar. Ja. Die schapen komen nu ook doorheen. Wacht, als we hier nou even één gat in maken, dan kan ik er een portal doorheen schieten. Ja, maar er komen ze wel doorheen, hè? Nou, wacht. Door één gat niet. Jawel. Ja, nee? die kippen wel misschien, maar als en ik die nou varkens snel, ook. De varkens snel ook, zo hoor. Doe. Hoi. Ja. Oké, ik doe hem dicht weer. Ik doe die schaap er doorheen, wacht even. Ja, schaap er doorheen. Daar is die weer hoor. Ja. Schaap nu. Oh jongens, dit is echt een heel rare Vita Beast aflevering. Dus je allemaal schapen op te je eten. Moet die kip in zo'n gat zetten en dan pleur je jezelf in dat gat. Ja, weet ik. En dan met zo'n waterverstroming. Robby? Of met zo'n biek. Ik denk dat je even weg moet hier, want die koeien wordt helemaal gestoord van jou. Echt van helemaal. Mij? Ja, moet je kijken hoe ze tekeer gaan. Je moet even niet hier zijn. Weg hier. Beetje gek met jouw kop, nee. Robby, even weg hier, want met twee man lukt dat denk ik niet hier. Ik ben al. Ik heb geen uitgang, zou ik maar zeggen. Robby, ga even gewoon omhoog. Haal cobblestone, maak de dak even erop of zo. Hallo, ik heb hier net hartstikke veel kobbel gegeven. Ja, maar is bijna op voor mij. Voor mij heb ik nog heel even een klein beetje. Doe normaal, ik heb je 3 stacks gegeven. Oh, ik heb nog. Just saying. Ja, sst. Ik ben bezig, Robby. Laat me, ik ben in concentratie. Onder de douche. Kom maar, kutkoe! Wat eten die koeien? Koeien die eten wiet. Ja, die heb ik dus niet. Robby, heb je wiet of wat? Even kijken hoor. Nee, niet mee. Oké. Dat waren al varkens. Oké, alleen die koeien. Nou ja, 2 koeien, dat maakt op zich niet uit. Oh, thanks. Ja, alle varkens zijn hier. Nou, er is 1 naar buiten gekomen. Gio, je kan er even nog niet uit. Oh, jawel hoor. Oké, tof. Kom er waarschijnlijk wel uit. Even een goede plek hebben om een poort te schieten. Ik heb geen kobbel meer. Nee, ik heb kobbel, maar ik probeer even naar boven te komen. Ga die op gang. Ja, ik ben Ja, ik heb net weer een film gekeken en dat liedje is een beetje aanstekelijk. Hallo. Zullen we nog even op jacht gaan dan? Ja. Ja, is goed. Echt? Oh, nice. Robby, kan jij het een beetje mooier maken hier? Dan gaan Gio en ik op jacht. Ga ik ja, hallo, geef me dan hier. Even die cobblestone, want ik heb niks. Ja, maar ik heb het dak al gemaakt, dus je hebt het niet eens nodig meer. Oh, ja. Wat moet ik dan mooier maken? Wacht even, een fence moeten we hebben met zo'n, dat je doorheen deur, kan lopen, met zo'n deur. Wacht, ik ga hem wel even maken. Fence gate. Ja. Oh ja, want ik zit hier vast, ik kom er niet meer uit. Kom je al redden hoor, wacht even een moment. Zal ik je er even uithalen anders? Ja, is goed. Kijk, waar ben je? In dat is er een raam open? Nee. Oh. Ja, daarom wordt het een probleem, zeg maar. Hallo.
Ik heb hier een fence gate. Oh ja, kom maar hierheen. Okay. Ze zitten allemaal hier bij de deur hoor, dus je moet even uitkijken. Oh, dan kan je deze misschien weer naar binnen toe lokken. Er zit hier echt één bij de deur. Ja, klopt. Oké, okay, ik ga hem slaan. Wacht even. Hij wil naar binnen. Oké, okay, komt hij? Ja, en dicht doen. Oh, die... Ja, die koets staat ervoor. Oh, weer weg. Dan kan die koets door. Ja. Thanks. Tadaa. Yeah. Oké, okay, de koe is... Er zit nog één koe binnen hier. Klachten mag. Alweer? Hallo. Ja, dan zitten er twee binnen, Roy. Dat is een beetje nadeel. Ik zou één paardje hier op laten, Roy. Of... Anders wordt het krap, denk ik. Denk je niet? Zullen we dit twee, zullen we dit twee houden voor dingen, Roy? Voor pad? Twee dingen voor pad. Hier, cobblestone pad. Dit zo. Denk je niet? Ja, dat is beter. Oh, hier zo, ja. Ja, toch? Vanaf hier oh, of graven? Oh, je oneindige ding kapot. Oh. Toch niet dat je dat opvult, hè? Nee, oké, okay, ja, is goed. Met hier water vandaan. Kijk. Ik hoop lekker bij mijn hand te hakken. Fucking droog ook, hè? Dat was mijn cobblestone. Dat was Roos cobblestone. Ik hoorde het. Ja, ik denk ik herhaal het voor als je het niet hoort. Ja, heel belangrijk. Ik ben wel lief van je. Dat probleem ja, niet ik. Waarom we hier zeg maar zo'n oneindige waterpool hebben als we naast een zee wonen, maar... Echt hè? Een zee? Ja nee, maar dat is een krapje hand. Fucking droog. Echt in één keer. Vlieg erop. Oh. Ik kan ze weer irriteren. Nee, is hartstikke hard. Maar je hebt je best gedaan. Ja, je hebt je best gedaan, Robin. Ja, ja nee. We staan gezellig hoor. Ik snap niet waar Irma ineens blijft. Is te koeren dat we niet... Achter een muts ook. Dan vervolgens dan is ze weg. Ja. Kijk, hier buiten zijn ook allemaal kippen, joh. Hoe komen die dan? Ja, weet ik niet. Als we die nou even naar binnen lokken. Graag. Aan land. Kutkip. Oh! Oh! Dat kun je niet. Jij leidt mijn bord vanavond. Oh, ik heb geen wortels meer. Oh, shit. Er zitten ons vier wortels bij, hè? In zo'n stack. In zo'n ding. Die lelies die zijn makkelijk, hè? Die moeten we vaker planten. Heb jij die geplant, Roy? Welke lelies? Ja, die... in het water hier. Oh, die ja, ja. Goedemorgen. Je bent er echt niet bij, hè? Jawel. Er zijn welke lelies? Nee, ik wist even niet wat je daarmee bedoelde, joh. Nee, ja, lelies van om de hoek. Alles in de knoop. Alles in de lelie. Yo, wow, wow, wow. Alles in de waterlelie. Verdomme, joh. Nou. Hi. Hi. Heil. Nou. Oh. Oh. Don Siri. Oh. Ik heb cocaïne gevonden. Don Siri. Oh. Don Siri. Coke. Don Siri toch niet. Je hebt hier trouwens je dak nog helemaal niet af. Ja, doe jij dat dan, Shotty? Nee. Shot. Nee, wacht even, Roy. Ik wou daar weer fans. Oh, daar wacht. Oh, we zijn toch blij. Dit ook gewoon Roy bij die dieren zetten daar. Roy, kun jij het dak afmaken? Ik denk dat dat beter is als je dat doet, Gio. Ja, hè? Ja. Nou, het lijkt is, ik hoef maar één keer te schieten. Hè? Roy, die is in dat hok. Waarom? Dat kan je goed. Doe eens, dat vind ik leuk. Nee. Heb je... spul voor me dan? Ja, kom maar aan. Ben okay. Ik het kwijt, kom maar. Ik geef je alle sters die ik heb. Maak er wat leuks van. Shit, ik heb ze gedropt. Dat is die fout. Oh, god. Echt? Ja, dan zijn ze allemaal kwijt. Oh my god. Waren te veel of... Ja. Oh. Veel. Nou ja, twee stacks. Ja, dat is een bug in het spel. Ja, als je wat uit je... Als je wat eruit dropt... Ja, met Q. Met Q wel. Dan lukt het. Maar normaal niet. Als je het sleept vanuit je dingen... Nee, ik heb het niet gedaan. Oh, dat kan ik wel hoor. Oh, ik dus helemaal niet. Nu ben ik allemaal stacks kwijt. Oh. Gio? Ja? Kan je dat toevallig geven aan Roby? Hoeveel waren dat er? Oh, doe maar vier stacks. Oh, vier stacks ook? Ja, en dan ja, is die kleur. Die kleur die daar in het midden centraal staat. Die, wat is dat voor kleur, die donkere? Oh, nee. Die fenskleur daar. Die, ja, waar dat Roby is... op loop. Ook oh. Wood, toch? Is dat? Dacht ja. Het wel. Ja, kan je die geven, Roby? Ben ik je heel erg dankbaar. Dank je wel. Hurry. Ja. Hurry. Ja. Storm. Oké. Okay.
Ja, maar dat is stom, hè? Dat is een bug of zo. Mensen hebben het gezien, hè? Ik had al die stacks allemaal kwijt. Maar ik heb ook gezien dat Gio me zojuist welkom. Nee! Helemaal niks gedaan. Even trappetjes geven. Nog even op dierenjacht gaan, wat heb je nodig? Oh jee, er zitten twee spinnen en een koe op het dak. Bij ons? En er zit een rat nog steeds in het dak, hè? Een rat in het dak? Er zit een rat in het dak. Rat. Oh. Ja. Ik ga daar naartoe. In het dak. Save de koeien en de rest en de beesten. Ja, die spinnen wel natuurlijk erin. Die hebben honger natuurlijk. Ja. Irma staat er wel in, hè? Tattoos. Oh, ze willen Irma. Oh, die kunnen ze krijgen. Ja, inderdaad. Stop. Nou. Dag, Lau. Dag. Ik ga eieren zoeken, jongens. Zijn eitjes? Ja, paar. Nou, doen we zo lekker tegen mij weer te keer. Zal ik die eieren sparen en dan voor die kippen? Want nu hebben we de koeien en de schapen en de dingen. Ik maak nu een stal voor de koeien, ja? Als Gio dadelijk dan weer zijn laser game ding wil starten. Nou, die dan staat al klaar, hoor. Oh nee, dan maak ik even een er mooie stal. Staat een Gio klaar. Die cobblestone kunnen mooi gebruiken om wat dingen te bouwen, hè? Pot, as. Ik krijg er weer een astma-aanval of zo. Ja. Zo. Voor de rest lukt het nog, Brian? Nee. Ja. Van de chips afblijven. Hoe maak je trouwens hooi? Oh nee, niet weer die chips. Hoe maak je hooi? Nee, ik ben niet, ik heb niet kan chips. Niet hier volgens mij, deze echt? Versie. Oh my god, zeker. Ja, er zitten ook geen paarden in. Oh nee. Dat die hooi ook niet. Jesus Christ. Jesus Christ, alleen, superstar. Alleen Brian het paard. Oh. Wat? Wat is er met mij? Niks. Alles. Oké. Ik ben vandaag zo vrolijk, bloot, zo vrolijk, bilet. Zo vrolijk. Hallo, ik mijn ben naam is behoorlijk. Bloot. Hallo, ik ben Bloot Billet en ik woon in België. Lach er niet mee. Godverdomme! Gaat lekker, Roy? Of vloek van je? Jezus Christus. Die Don't zit in de hemel. Backstab. Oh. Ben je backstabbed? Echt een hap, ja. Joh, hè? Maar is je alleen maar cool. Nee. Gewoon de voetbalploeg in te vullen. De voetbalploeg, ja. Logisch. Pool dan, hè? Nee, je zei ploeg! Ja, no, ja, die lelijke rare toren. Ik weet niet. Eén van die torens is mijn huis. Oh. Oh. Want Roy woont ook ergens in die bijstandswoning. Ja, ik woon ja, tegenover je slimme. Oké, want dan kunnen we dat misschien ook nog slopen. Dat is mijn huis. Oh. Roy, blijf er vanaf. Waarvan? Die mooie stenen, die wil ik. Hoppakee. Ik heb bijvoorbeeld kobbel nodig om jouw huis mooi te maken, hoor. Moet je ook nog wat villagers in je stal hebben? Ik woon helemaal niet bij jou. Nee, dat wil je ook niet met die stink. Roy, je bent de liefste van de hele wereld. Oh ja, joh. Ja, godverdomme Rob. Oh, we zitten zeker ook allemaal door elkaar. Ja, door elkaar in vreemd. Dan hoeft er maar één dingetje los te zitten en scheidt hij eruit. Hij er meteen uit. Heeft iemand Birchwood? Heeft iemand dat toevallig? Als moet ik gaan hakken. Nee. Got some birchwood. Doe maar niet. I'm like a bushwood. I know you want it. I know you want me. Nou, jou niet. I know you want me. Ik wil birchwood. Man, dat is goed. Ik doe al met even kijken. Gio, ben je nou aan het leggen of was je aan het tellen? 5. 9, 36. 3, okay. 3. Oh, what the fuck? 3. Nether coal ore? Ja, je vindt een hoop spullen, hoor. Robby, doe die deur nou eens achter je sodomieten dicht. Welke deur? Achterdeur. Net als een obsidian totem. Ja, obsidian totem, daar moet je mee oppassen, want daar hebben die wipsen vast, hè? Die gloeiende lichtgevende bolletjes die je pijn. Oh ja? Die bolletjes. Oh, ik heb 2 van die dingen heb ik in mijn kist zitten. Die bolletjes.
Billetjes. Ah, oh, dan die beschermen dat. Aangevallen toen eerst. Echt super grappig. Nee, als jij nou eens even met je dikke lelijke skelettenhoofd in, dus in de poep van de goes gaat. Nee, dat wou ik niet. Dan heeft hij me doodgemaakt, stomme skeleton. Hallo, ik ben een skeleton. Hallo, ik ben bloot bullet. Ik ben doodgemaakt door een skeleton. Jezus. Kipjes gevonden. Stomme. Wil jij zo'n patchwork? Thanks. Ga maar gaan. I know you like me. Thanks. Ga maar meer zoeken, Beurzoet. Thanks wat? Wie? Thanks, Aap. Thanks, Bowie. Bowie? David Bowie. Strowie. Ik heb heel veel kippen hier. Stomarie. Stomarie? Ja. Stomarie. Robbie, zou je ook nog wat zand kunnen produceren gelijk? Dan kan ik het huis verder maken, de stal. Produceren. Maar wat lachen, hè? Vincent, doe ik dat? Zand probeert... bakken. Weet wel hoe je melk... Ja, maar dan maak je glas... je bedoelt glas maken, ja? Vincent. Glans? Glans. Abba! Vincent is een stoute ik meid. Ik hang vast, joh. Stoute alweer? Meid. Oh, zou je wat zand kunnen... Ja, ik hang vast. Ja. Moet je even wachten, hoor. Ik zie het. Wachten is te stinken. Wachten is voor losers. Ja. Wat die losers zijn. Dat zeg je toch niet. Roy. Je kan denken dat je zingen kan, maar je hebt ook mensen die... niet echt kunnen zingen. Nee. Daar ben jij er een van. Katjes gevonden. Katten? Ja. Ja, maar zeker. Ik heb geen vis. Zeker in de blote katten lopen kijken. Kun je lokken met vis? Ja? 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 Oh, dat wist ik niet eens. Mooi, eindelijk iets wat ik wel wist en jij niet. Nou, dat is de eerste en laatste keer in je leven. Oh. Oh. Nou. Wat zeg je? Wie stoort mij in mijn eeuwige rust? Wat zeg je nou? Oh, dat kun je toch horen? Die Feyenoord zijn een stel pakjes boten, joh. Ja, we hagen deze. Pas op, alles in de knoop. Alles. Wat ben jij er nou, jotverdomme van? Nou, ik kijk anders ook naar de voetbal. Ja, nee. Ja, ik hoor je wel. Klik, laminaat. Wat? Wat wil je dat zeggen? Ja, ik hoor je wel. Hey, Robbie, even kijken hoor. Oh my god. Vincent, wat ben je toch ook weer een gekke poepert. Oké dan. Je bent nog steeds AFK, ik maak me zorgen om die draak, om die stinkdraak. Ja, ik ook. Ja, echt hoor. Ik heb al even spiritueel contact met haar proberen te zoeken, maar er is nog... Oh? Tot op heden is er nog geen aarde bereikt. Nee. Ik kan me heel goed voorstellen hoor. Ja, inderdaad. Nou. What? I know you want me. Je kan Roy ook nooit bereiken hoor. Ik denk dat... Oma Hondje, dat is zo'n leuke televisie. Met die handen door die... Door ja, die, Oma Hondje. Oh ja, die was niet helemaal honderd hoor, die vrouw. Mijn knuffel heet Hondje. Oh. Hè? Hoe? Nee, dat is een beer. Nee. Heet jouw kat Hondje? Nee, de beer. Ze heeft zo'n beer. Dan ligt hij dan. Huisbeer. En dan ziet hij haal die hond weg. Hoe kun je nou een beer Hondje noemen? Echt hè? Ja, Robbie weet die logica nog niet. Heet die beer? Nou, wat een originele naam. Hoe? Robbie, ik heb meer dingen nodig. Ik heb meer koolstof. Je gaat een beer toch geen hondje noemen? Het is nog geen beer! Het is een beer! Wow. Is het een knuffelbeer of een echte beer? Het is een panda. Panda's. Panda-beer. Kung fu panda. Het is een knuffelhond. Everybody wants kung fu panda! Maar waarom noem je je hond nou weer Hondje? Echt, dat is wel echt de meest trieste... Afgezaagde naam. Ja. Omdat ik niks anders kon onthouden. Heeft iemand toevallig cactussen? Nou, er zit wel cactussen. Sorry. Ja. Badum. Badum.
Ik meen het serieus, ik moet een cactus hebben. Dan moet je even naar de woestijn, want we wonen echt naast een woestijn. Echt? Ja, maar als jullie het al hebben, hoef ik niet naar de woestijn. I know you want me. Ik heb een cactus. Ik ben nu heel toevallig ook in een woestijn, dus ik kan wel wat cactussen meenemen. Oh, dat zou ik. Ja, ik hoef er maar één of twee te hebben, Max. Maar dat zou ik heel lief van je vinden. Ik heb er één. Oh, er zijn ook heel veel zombies. Hallo. Oh, ze hebben rode ogen, ga weg. Dan kunnen ze rennen. Dan willen ze je. Ja, maar ik wil hun niet. Heb je zo één die juist staat? Oh, er staan allemaal zombies in onze schuur, Roy. Echt? Ja. Moet je de torches neerzetten? Ja. Ik vind het niet netjes als je die woordjes gebruikt. Er komt ook een creeper, Roy. Blijf er in de buurt, blijf er uit de buurt. Tietjes. Anders gaat alles kapot. Dat mag wel. Ik denk dat ik maar weer even snel terug naar huis ga. Weg, Roy. Oké, geen portal in je huis. Zet een portal in je huis, dan kun je altijd meteen terug. Ik heb een portal in de boerderij staan. Oh, nou dan portal je daar naartoe. Ik was op dierenjacht, maar het is nacht nu, dus dat gaat oh, niet meer. Oh, lek! Hey. Ah, dat mag niet nu, ik ben nu in gevaar. Hallo? Ik heb geen lek. Hallo. Ja, hij slaat vast weer. Ik wel. Er komt een creeper, shit. Nee, echt niet. Oh, het valt uit. Oké, hij is uitgevallen, jongens. Oh, dat meen je niet. Dat is alleen bij jou dan. maar reageert niet meer en is hersteld. Roy, dat winstel was slain bij Roy. Nee. Hè? Oh, nee. Roy. Ik heb een creeper aan. Ja, nee. Pak mijn spullen. Oh, ik heb winstel slain bij Roy. Oh. Kijk, dat was een leuke. Volgens mij heb je geen spullen gedropt.